De gemeentewerf van Leudal heeft vandaag open dag in Hunsel. We gingen een kijkje nemen. We stonden bij de stand van waterschap Peel en Maasvallei en we gaan vragen hoe het zit met de bestrijding van de muskietratten en de bevers. Goeiedag. Goeiedag. Is het nog een probleem? Ja, je zit net van de bevers, maar we doen alleen de muskietrat en de beverrat bestrijden. Dus dat is gedaan zoals de bever, want dan krijgen we een groot probleem als we die nu gaan bestrijden. Want die zijn zwaar beschermd. En de rest is niet beschermd. Dus de muskusrat is niet beschermd, de beverrat is niet beschermd en de broenrat. Dat zijn de drie die wij doen opruimen. En trassen die nog vuur aan in de bijkenbossen? Ja, die drie soorten die treffen we redelijk veel aan nog. Gemiddeld in Limburg 1500 stuks per jaar. En doen we de bruine rat doen we ook in de gang bij bestrijden. Dan kunnen we gaan tellen dat tussen de 1000 en de 1500 zitten. Jaarlijks op jaarbasis, want dat is voor ons eigenlijk een bijvangst. Als ze erin zitten, ruimen we ze op. En dan hebben we de muskusrat, of de beverrat. Die moeten we ook bestrijden en dat is hoofdzakelijk neven de Duitse en de Belgische grens. En wat doet je met die beesten als je ze gevangen hebt? We doen ze eerst kijken wat erin zit. We doen meestal allemaal hier in die levende vangkooi, doen we ons alles in vangen. Dus het grij wat erin komt, dat was wild was gevangen. En dat wordt dan gekeken wat het is. Is het een broenrat, is het een muskusrat of is het een beverrat? Die worden gedood. En daar hebben we een gaspistool voor. En daar hebben we een techniek voor dat die niet hoeven te liggen, dat die direct weg zijn. En wat is eigenlijk het gevolg van die beesten? Waarom moeten die eigenlijk dood? We hebben hier in Nederland hebben we heel veel dieken. En die doen niks als graven. En daardoor doen wij ze bestrijden. We stonden hier bij de stand van de wespenbestrijding en we gaan eens vragen hoe het zit met de wespenplogen dit jaar. Ik heb het idee dat we erg veel last van wespen hebben deze zomer, klopt dat? Nou, ik denk dat het meer een gemiddeld jaar is. Dus ieder jaar toch wel zoveel nesten als dat we een melding ook dit jaar gekregen hebben. Dus het zit niet meer als andere jaren. Nee, toch niet. En waar komen wespen op af? Nou, wespen die zoeken met name het laatste van het seizoen zoeken ze zoetigheid. Omdat ze dat normaal in het nest zelf krijgen. Van de larven die het afscheiden, zeg maar. Maar als ze er op het laatste van het seizoen komen er meer volwassen wespen. En dan gaan ze dus op de zoetigheid af. Op de terrassen, zeg maar. En wat doet jij dan als bedrijf? Nou, wij doen als mensen een wespennest hebben of ontdekt hebben. Dan gaan wij er naartoe en dan doen we dat bestrijden. Kijk dat met een bestrijdingsmiddel of een andere manier? Ja, dan hebben we met een bestrijdingsmiddel gedaan. Meestal gebruiken we een poeder. En dan doet ze de wesp eigenlijk allemaal af. Dat werkt en dan zijn ze weg? Ja, meestal is het één keer spuiten erg genoeg. Soms moeten we een keer teruggaan dat het niet helemaal gelukt is. Maar dat zit bij de prijs in begrepen en daar krijgen mensen garantie op. Meneer Brils, we staan hier bij een aantal heel oude brandweermachine, mocht je dat zo noemen? Voertuigen. Voertuigen. Ja, en hoe oud zijn die? Deze pomp die is van 1904 en dat op de achtergrond staat er, die op dat kerkje daar, dat, die is van 1888 of van 84, durf ik niet zo te zeggen. En deze hebben we van een Poolse gemeenschap gekregen, waar Hunsel altijd met bevriend is geweest. Of alsnog bevriend is. En die andere die hebben ze via komt uit Estland. Dus die zijn in Limburg nooit gebroekt? Nee, eigenlijk niet. Deze niet. En is het zelf ook brandweerman geweest? Ja, ik ben... brandweerman geweest vanaf 1959, toen de brandweer in Hunsel ontstangen is, toen na een felle boerderiebrand heeft burgemeester Zwarsenberg een brandweer in het leven geroepen eigenlijk. Dat was op vrijwillige basis? Op vrijwillige basis, ja. En is dit nu uw privébezit?
Dit is, ja, dat is niet, het is een stichting. Plaagdierbeheersing is wat anders dan bestrijding. Dus worden ze niet doodgemaakt? Plaagdierbeheersing is vooral zorgen dat het ongedierte van tevoren niet binnenkomt. Wordt tot de toekomst. We zijn steeds meer aan banden. Het gif wordt steeds meer aan banden gelegd, waardoor minder gif mag gebruiken. En daardoor is beheersing zorgen dat ongedierte niet binnenkomt. Dat wordt toch de toekomst en heel erg belangrijk. Dat is het verschil tussen bestrijding en beheersen. En geldt dat dan alleen voor plaagdieren, voor muizen of ook voor andere diersoorten? Plaagdierbeheersing is in de breedste zin van het woord. Dat is ratten, muizen, in dit geval ook zoals u hier ziet de vogelwering. Vooral verwilderde huisduif die toch overlast kan veroorzaken door de uitwerpsen en dergelijke. Waardoor veel schade kan ontstaan. Doen wij als GJ Plaagdierbeheersing toch op de markt inspringen en zorgen dat dat probleem ook in de toekomst ook opgelost kan worden. De zilvervisjes, zijn die ook te bestrijden? Absoluut. Al het ongedierte wat in Nederland voorkomt, wat bestreden mag worden, is te bestrijden. Zilvervisje, papiervisje is wel een verschil. Vaker is er last bij de mensen thuis van een papiervisje. Met de juiste insecticide en de juiste middelen is dat absoluut te bestrijden. Maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bron opgespoord wordt, hoe ze binnengebracht zijn, de bron verwijderen en dan de bestrijding op de juiste manier aanpakken. Op deze manier verder te gaan bepalen. Inderdaad, zoals straks ook aangeven, de airbags of die geactiveerd zijn of niet. Mocht het niet het geval zijn, dan moeten wij natuurlijk wel precies weten waar zich die bevinden. En u ziet het volledige dak. Ja.